Ik ben Sanne Jorre, ik ben intensive care verpleegkundige in het Spaarne Gasthuis, zowel in Hoofddorp als in Haarlem. Ik heb gekozen voor het Spaarne Gasthuis omdat ik de sfeer in het huis echt geweldig vind. Als IC-verpleegkundige binnen het Spaarne Gasthuis ben je lid van het spoedinterventieteam. Je hebt een constaterende functie en je bent ook lid van het reanimatieteam. Dat maakt de functie enorm dynamisch en afwisselend, want je blijft niet alleen maar op je eigen afdeling, maar gaat ook het huis in. Je moet altijd alert blijven en je moet kunnen handelen als er iets gebeurt. Dat vraagt wat van je observatievermogen, het vraagt ook wat van je daadkracht. Ik vind het erg fijn dat je die verantwoordelijkheid ook krijgt. Dat betekent dat je ook een mate van zelfstandigheid krijgt en dat het team ook vertrouwen heeft in jou als verpleegkundige. Fouten maken wil je niet, maar als het gebeurt is er ruimte om ook te leren van de fouten. Het is een veilig werkklimaat hierdoor. Wat ik heel fijn vind aan het Spaarne Gasthuis is dat je heel veel ruimte krijgt ook om familie te begeleiden. Zodat het sociale netwerk eigenlijk continu ook betrokken is bij de zorg van de patiënt. En dat geeft mij als verpleegkundige ook een heel fijn gevoel dat je dat kan betekenen voor mensen. Op de afdeling heerst een hele goede onderlinge sfeer. We zijn echt een team en dat merk je met name als er heftige dingen gebeuren. Er zijn ook een aantal collega's gespecialiseerd in het opvangen van collega's na heftige gebeurtenissen. We zijn er voor elkaar en dat maakt dat je dingen ook heel goed kan afsluiten. En daarnaast is het eigenlijk ook nog gewoon heel gezellig binnen het team. Dus ruimte voor lol, dat is ook heel belangrijk.